Een hele goede morgen. Ik ben mega vroeg wakker. Soef en ik waren om 7 uur op pad. Want meneer heeft zojuist een afspraak bij de Amerikaanse ambassade. Ik heb hem daar achtergelaten. We hopen op goed nieuws. Ik ben optimistisch wakker geworden. Dus ik hoop dat hij, na zijn ESTA, die werd dus geweigerd. Voor de mensen die zich afvragen waarom hij bij de ambassade moet zijn. En ja, als je ESTA wordt geweigerd, moet je een afspraak maken bij de ambassade. Dan gaan ze je vragen stellen om te kijken of je zeg maar geen gevaar bent voor Amerika. En dat is hij nu aan het doen. Oh, echt spannend. Ik hoop zo dat ze zegt, ja, u kunt uw paspoort hier achterlaten. Want als ze dat zeggen, dan gaan ze een visum fixen, toch? Een soort van op je paspoort, dat vertelde Marwa in ieder geval. Maar goed, op goede zegen dat hij hem krijgt straks. We zijn inmiddels thuis. Meneer is daar ziek, hij heeft buikgriep, het is echt zo zielig. Ik heb even boodschappen gedaan toen ik op Soef moest wachten, dus die ga ik even uitpakken. En ik moet de vaat legen, ja. We staan in de lift, ga jij het zeggen of ik? They have additional questions for Mr. Bosadia. Amerika gaat niet meer door, man. Nou, wie wel. Goede zegen. Maar we moeten nu weer terug naar het consulaat. Hi guys. Ik spring een beetje van de hak op de tak. Maar ik ben inmiddels thuis. Gisteren was echt een drama. Soef is jammer genoeg toegang tot de VS geweigerd. En nu moet een heel ander proces starten. Namelijk iets met een waiver. En dat duurt nog wel eventjes. Voordat hij hopelijk wel gewoon een visum kan krijgen om naar Amerika te gaan. If not, zijn er genoeg andere landen op de wereld die we kunnen bezoeken. En die nog mooier zijn dan Amerika. Maar ja, het is wel heel jammer. Want ik ga over 2 weken ga ik natuurlijk naar New York. En Marwa gaat ook. En mijn broertje die gaat ook. En een vriendinnetje van mij gaat ook. En Rilla die is daar toevallig al. Dus het leek mij ook gewoon leuk om Soef mee te nemen, maar helaas kan dat niet meer doorgaan. Maar goed, let's not talk about the negative, but let's talk about the positive. Het positieve van dit verhaal is dat ik nu thuis ben en eigenlijk nu moet gaan slapen. Het is 1:30, ik ben ook heel moe. Ik ga morgen, denk ik, even met deze white shirts mijn tanden bleken, want ik heb morgen deze white shirts van Dope Sizzle. Ik zweer, dit is niet gesponsord. So don't think dat dit gesponsord is. Are the best white strips I have ever had. Echt waar. Ik ga dus morgen even mijn tanden met die bleekstrips gewoon bleken als ik uit de douche kom. Want ik heb morgen een paneltalk voor de Glamour. Ik zit namelijk in de panel. En het gaat over het onderwerp naakt op social media. Vrije keuze. Or not. En kan het of niet. En ik vind het super leuk om daar met hele sterke vrouwen over te praten. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik moet echter wel om 2 uur op kantoor zijn. Want ik moet even een campagne opnemen met Shady. Dus ik moet ook nog even werken. Voordat ik daar naartoe ga. Maar gelukkig is alles in Amsterdam. Dus Marwa komt me ophalen. Want ik ben echt in de auto zitten zo zat. Ik kan niet meer rijden. Ik heb er ook geen zin in. Dus Marwa heeft aangeboden om mee te gaan. En zij wil rijden dan. Dus dat vind ik top. En we gaan denk ik daarvoor nog even naar de kapper. En ik neem mijn koffertje mee en dan kleed ik me gewoon lekker op kantoor. Om nou, nog even voordat ik mijn bed induik, laten zien wat ik allemaal heb ontvangen vandaag. Ik heb PR ontvangen van Benefit. Benefit heeft trouwens echt super leuk PR. Dit is niet gesponsord by any means. Maar ze hebben gewoon super schattige PR. Dit zijn kistjes die je kan halen. Dit is trouwens één van mijn favoriete mascara's. Dit en Hypnose Doll Eyes. Maar omdat ik deze zo vaak toegestuurd krijg, koop ik Doll Eyes. Van Lancôme niet. Zo ja, Doll Eyes. Van Lancôme niet. Omdat ik deze elke keer toch op voorraad heb. Maar ja, ik denk dat ik die wel wil halen. De Hoola Bronzer, daar kan je natuurlijk niet verkeerd mee gaan. En dit is de wenkbrauwgel met kleur. En onder dit hoedje zitten allemaal wenkbrauwproducten. Dus dit is sowieso mijn kleur qua wenkbrauwpotlood. Dit is ook een potlood. Dit is een soort dipbrow à la Anastasia. Dit is hetzelfde als deze, de mini variant. En dit is een wenkbrauwgel met kleur ook. En deze is best wel wat sterker dan die. En dan eentje die transparant is. En die heeft Elmas een keer bij me gebruikt. En die is bam. Oké, ik heb bij Nike iets besteld. En dat is vandaag binnengekomen. Maar dit is een jumpsuit van Manine Serre. En
Ja, ik weet niet of jullie die pakjes kennen met die halve maan erop. Maar dat is dan van Marie Serre. En dat vind ik zelf niet echt iets voor mij. Maar ik hou altijd wel van gekke collabs. En dit is dan in collab met Nike. En dit reflecteert dan, waardoor je lichaam nog meer op een zandloper lijkt. En dit is, lijkt dan zwart, waardoor het wegvalt en het zo curvy maakt, which I like. En ik vond dit wel echt heel cute. Ik weet echt niet hoe ik dit ga combineren, maar ik vond dit ook wel een collectors item. En ze hadden ze nog online. Ik weet echt niet hoe dat kan, maar it was still available. En ze hadden ook dit shirt, maar als je... Dit komt dus samen. Dus als je die koopt, koop je deze. En als je deze koopt, koop je ook die. Ik weet echt niet hoe ik deze shirt ga aandoen. Maar I like it. En als laatste heb ik iets bij Dior gehaald. Ik kreeg namelijk van Heidi, mijn plug bij Dior, een appje vandaag. Met Cel, hij is binnen. Nou, ik ben meteen gegaan om op te halen. And I really like the packaging. Dit is echt een heel mooi doosje. Ik denk dat ik dit doosje wel ga bewaren. Alleen het is wel een hele grote doos voor hetgeen wat ik heb gekocht. Tun tun tun. Ik heb de CD logo armband dit keer. Dus nu heb ik en de ketting en de ring en de armband. Ik ga ze alleen niet samen aandoen, want dat vind ik echt too much. Maar dit vind ik wel heel cute. Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is inmiddels de volgende ochtend. Ik heb me gedoucht en omgekleed. Althans aangekleed. En ik heb mijn haar even... ingespoten met deze twee Magic products. Dit is de Balmain Leave-In Conditioner Spray. En dit is de Wave Spray. En ik ga straks bij Bilge mijn haren feunen. En dan ga ik het zelf in een krul zetten met mijn krultang. Voordat ik me ga klaarmaken voor Glamour. Ik heb mijn koffertje ingepakt. Ik laat zo zien wat ik aan heb. Marwa is nu beneden voor de deur. En ik ga nu naar beneden. Vandaag heb ik, by the way, voor dit geurtje gekozen. Van Zadig en Voltaire. En deze ruikt zo lekker. Het ruikt gewoon alsof je naar schone was ruikt eigenlijk. Ik zit vandaag naast Marwa in de auto. Which means I'm risking my life, people. That is so rude. Haar auto is zo rommelig. Ik wil het jullie niet eens laten zien. Want het is echt gewoon brutaal. Ik met Rina maakte altijd mijn auto schoon. Rina, in your assenpoester, oké? You clean your own auto. Maar Rina motiveerde mij ook om gewoon elke keer de auto te schoon. Ja, oké. Rina is wel very clean. Ja. Maar Marwa got me some fat burners. Because I need to burn some fat. Maar wij gaan nu naar Amsterdam. Je ziet er wel leuk uit. Van wie is dat mooie jasje? Subhanallah. Die is eigenlijk niet eens van jou. Zal ik jou vertellen waarom? Want je had hem gekocht in Barcelona. Maar je hebt hem nooit aangehad. Je hebt hem altijd aan mij gelaten. Nee, dus jij hebt hem gewoon geïncasseerd. Wij waren in Barcelona. Echt, ik heb eeuwige discussies met Marta. Ik via Boezemweg de snelweg pakken via Stadhuis. Ik zou... Ja. Oh, Stadhuisplein is dicht, hè? Nee. Nee, maar Noord-Singel is afgesloten. Nee. Marwa. Hoezo? Ik heb gisteren nog die weg gepakt. Echt afgesloten. Ga maar zo. Maar, wij waren dus in Barcelona met Soef van de zomer. Voor echt 2 dagjes. En Marwa besloot... Nee, wij hadden geen kleren bij ons. Want we dachten, oké, maakt niet uit. Het is 1 dagje. Uiteindelijk werden het er 2. En toen wouden wij dus even kleding halen bij de Bershka. Niet echt iets denders, maar Marwa is altijd zo met al mijn spullen. Maar goed, mijn batterij valt bijna uit. Ik moet hem echt laden, zo meteen bij de kapper. Marwa pakt mijn spullen. En dan zegt ze niet eens, oh, ik heb het gepakt. En nu was het... Ik had geen ruimte in mijn koffer, dus we hadden 1 koffertje gekocht. En daar had ik ook mijn spullen in gedaan. Ze heeft gewoon nooit mijn spullen teruggegeven. Ik heb net mijn haar even snel laten vullen bij Bilge. Dit is de outfit die ik aan heb. Dit is een trui van Naked. Joggers van Boohoo. En mijn Dior schoenen. Nu moeten we echt naar kantoor, want ik moet me daar omkleden en opmaken. De campagnefoto komt na de Glamour Beauty Festival. Ik ben nu echt haastig, want this face needs a makeover. En mijn haar is echt kort geknipt, maar ik ben echt blij, want de keratine is eruit. En dit is al natural hair. Maar gelukkig groeit mijn haar hopelijk snel. En dan kan ik het weer lekker lang laten groeien. Hi guys, we hadden super veel haast. Zoals je kan zien heb ik mezelf al opgemaakt. Maar er zit hier, Shady, die zit daar. En wij zijn onderweg naar het Glamour Beauty Festival. Ik wil echt laten zien wat ik aan heb. But I gotta keep my jacket right. En ik laat zo wel even zien als we zijn aangekomen.
Oké, guys, ik heb een mannenblazer van mijn Zara aan. De legging is van Eddie Sisters en schoenen zijn van Zara en mijn nieuwe zwarte. Doe even een rondje. Even een rondje draaien. Isabel en Selma. En we gaan een leuke talk van maken. En als jullie tussendoor vragen hebben, stel ze vooral. Ik ben een lifestyle influencer op Instagram en ik ben een vlogger op YouTube. En ja, ik hoop ook een beetje barrières te breken met hetgeen wat ik doe. En daarna ben ik. I'll be missing your love. Yeah, I'll be missing your love. And the good times that we had, I'll be missing your love. I'll be missing you and your love, your love, your love. When I think of you and the two of us together, felt so good for so long. It was you and me forever. Now you walk away. I'm home, guys. I'm gonna take off this makeup. Therefore, I'm gonna use my Clinic Take the Day Off balsam, which I love. Okay, genoeg met het Engels. I'm so into the Engels. Ik was vandaag in Amsterdam, daar spreek ik heel veel met Engels. Now I'm thinking I'm an American. Or an English gal, I don't know. Maar goed, ik ga deze take the day off bij Clinique gebruiken. Mijn gezicht gaat weer, mijn make-up gaat er afmelten en I love it. Ik heb een gekreukelde pyjama aan van de Primark. I don't care, because deze zit echt lekker. Ik zie jullie in 3, 2. And I'm back without any make-up. Ik zit in de woonkamer. My mom made me a whole bowl of pomegranate. I'm gonna do this like slightly in English en half in Nederlands als ik niet uit mijn woorden kom. Maar is een weirdo soms. Jij bent een weirdo. Ja, dan kwam je een weirdo, weirdo. Maar Marva wil jullie even iets laten zien waar ik het helemaal niet mee eens ben dat dit aan de hand is. Maar mijn telefoon pakt gewoon haar Face ID. En ik ga jullie zo meteen. Laat me eerst maar laten. Laat eerst zien dat ik er niet tussen sta. Ja, oké, okay, ja, 2 seconden. Dat ga ik jullie eerst laten zien. Oké, okay, dus ik ga naar instellingen. Ik ga naar Face ID en toegangscode. Oké, ik doe even mijn toegangscode. En dan bij Face ID. Ik heb geen ander uiterlijk. Ik ben literally the only persoon. Dus ja. Marva gaat jullie nu iets laten zien. Hij gaat nu dicht. Uit. Oké. Okay. Oké. Okay. Well, kijk. Zeg maar, je kan zien dat het ja, ja, ja. Oh, if it does not work out for you right now, yeah, you suck. I opened it with my face. Hij denkt serieus dat ik filmen ben. It's hilarious, honestly. Het staat even gewoon niet meer veilig. Ik kan gewoon alles in F gezakken. Ik kan onder Insta. Can I have it back? No more privacy for you. Nada. Nou, gelukkig pakt hij mij ook nog. Oké, okay guys, Marva is naar huis. Ik ga naar boven. Ik ben echt moe. Ik heb echt kringen gekregen. Ik ga echt proberen te slapen. En ik heb hier de pus en hier de pus. Because the girl's breaking out. It's my monthly period again. Ik vind mijn haar wel een beetje aan de korte kant. Ik denk dat ik het weer even ga laten groeien. En niet zo vaak ga knippen. Want ik heb mijn haar echt de afgelopen 2 maanden 4 keer geknipt ofzo. Ik ga lekker slapen en de vlog afsluiten. Vergeet je alsjeblieft niet te abonneren op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie een hele leuke vlog hebben gevonden. Doe een blauw duimpje omhoog en ik zie je in de next vlog. Bye bye. Hey.